En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Wat vindt u van de verkiezingsuitslag? Moeilijk, maar iedereen het schrijft. Geweldig. Ja? Weet je wat het is? Nog gaat er weer eens een keer een andere wind waaien. Ja? Want het werd een beetje tijd. Ja, wat ons betreft heel goed. Er moet een omslag komen, denk ik. En er moet wat veranderd worden, bestuurlijk gezien in Den Haag. Ja, het is de keuze van het volk. Hè? Dus ja, ik ben heel eerlijk. Ik heb zelf niet gestemd omdat ik er niet zo'n gevoel bij heb. Nee. Maar wat de mensen gekozen hebben, is het. Verrassend. Ja, heel verrassend. Ja? Ja. Ergens een beetje verwacht, maar ook wel verrassend. Ja, ja. Ja. En nu? Wat moeten we nu gaan doen? En nu, ja. En nu? Ja. Dat is afwachten, hè. Ik heb iedereen gevraagd, maar niemand weet nog wat, nee, wat nee. Nu. Nee. En nu? Ik zou het ook niet weten, nee. Wat nee. Nee, echt niet. Ja, ik ben geen politicus, dus nee, u bent burger, u hebt gestemd, hè? Neem ik aan. Ja, ja. Luisteren naar elkaar. Ja? Dat is heel belangrijk. Ja. Nou, in ieder geval dat er een fris wind komt. En ja? Weet je, elk parlement wat er komt, dan maak ik allemaal fouten. Maar die doen ook nog goede dingen. Ja. Nou, dat werkt gewoon ja. Zo. Ja. Maar moet Wilders premier worden? Ja, dat is een vraag, hè? Ja, daarom stel ik ze ook. Ja, hebben we onszelf opgesteld. Zo van, is dat nou wel het beste? Misschien dat een andere partij een premier kan leveren. Ja.